Hout, hout, hout. U bent weer welkom bij Houthandel het Anker in Ulft, maar graag op afspraak. Deze kunt u maken via onze site: mail of bel 0315-681381. Ja, de wind waait door de bomen. Zo ging het afgelopen tijd wel een klein beetje, maar gelukkig is het nog geen december, want we zitten nu begin oktober. En oktober laat zich ook al een beetje van de herfstkant zien de komende dagen, want er is wel aardig wat wind, maar er komt ook nog geregen naar ons toe. Maar vandaag viel het allemaal nog met qua neerslag, althans een groot deel van de dag is het dreur gebleven met wolkenvelden en ook wel wat zon. Temperatuur kwam u dan een graad of 17 bij een matige zuidwestenwind. In de namiddag kwamen we vanuit het westen al wat regen ons toe. En in de Achterhoek was dat tegen de avond. En die regen uh, hebben we vanavond en ook uh, komende nacht eventjes nog mee te maken. Want later in de nacht wordt het allemaal wat uh, dreuger. Het kuilt af naar een graad of... Uh 10, 11, zo'n beetje. De foto is van Peter Hammington, uh, de buns aan het uh, Eerpelsrooien. rooien. Een mooi beeldje, niet alleen dat de op staan, maar op zich is het uh, dus volop met de werkzaamheden bezig, de Oostwerkzaamheden. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto uit Gerritsweerpraat.nl. Vandaag zullen we je in de SSP haal in uh, Ulft en uh, door is dit weekend uh, weer wat uh, los. In ieder geval uh, een dierenboel werd het, want uh, de kleine Dierenvereniging, knieënvereniging, pluimveevereniging, Uit en Omstreken, zoiets is het uh, toch, Johan? Ja, het is uh, Konijnen- en Pluimveevereniging Silvold uh, en Omstreken. Die organiseert uh, komende weekend hier uh, de Dierendagshow. De Dierendagshow wordt elk jaar gehouden uh, in het weekend voor de Dierendag. En groot uh, Animo, weer dit, Johan? Ja, ze zijn uh, van 13 verenigingen uit de regio uh, zenden. Uh, Fokkens de dieren in. En uh, hoe zit het voor de mensen die wilt komen kieken? Op zaterdag uh, kan iedereen komen van 10 uh, van tot, uh, tot half 5. Daar, daar kunnen ze de dieren zien. De kleine knagers, dus de hamsters, de muizen en de kavia's, die zijn alleen op zaterdag aanwezig. En de, de rest van de dieren zijn zondag ook allemaal te zien. En zondag is het ook van 10 tot, uh, tot half 5. Waren de voorbereidingen uh, zweten of viel het nog mee? Ach, we, we doen het nu voor de zevende, voor zevende keer. En uh, het meerdere jaren gedaan hebt en je hebt een goed draaiboek, dan, uh, dan loopt dat prima. Morgen dan hebben we ook een dag waarin het uh, grotendeels uh, droog blijft. Zaterdag uh, wat dat betreft uh, dan kan ik ook nog wel naar buiten. Het wijdt wel lekker door. een uh, matige zuid uh, zuidoostenwind. De zuidoostenwind. Temperatuur kan in de middag nog oplopen naar 17 tot 18 graden. En het is ook nog uh, in eerste instantie ook nog droog pas in de avondperiode dan komt de regen ons toe en die regen die houdt ook wat aan in de nacht naar de zondag en zondag overdag ook. Het werd niet koud uh, een graad of 13 zal de Temperatuur, zijn. ja, zondag is dan ook een dag met uh, redelijk wat wind en ook uh, de dag dagdeur wat regen. zijn ook wel wat dreugen. Perioden pas in de lof van de middag, wordt het echt wat dreugen. De temperatuur de B die zal nog oplopen naar 17, misschien nog net 18 graden. Ja, en de hoeveelheid neerslag loopt dan wel een beetje op, want zondag valt het meer dan 10 mm. Na het weekend we die temperaturen van 17, 18 graden. zon is normaal voor het van het jaar. En s'nachts kuilt het dan af naar een graad of 10 tot 11. En het is in eerste instantie nog wel wat wisselvallig. Maar de dreurige dagen gaan steeds meer overheersen. En het wordt ook weer wat rustiger. Ik wens iedereen een prettig weekend en goed gewoon.